Vandaag in de Jensen Show. Een van de dingen is waar je naar moet kijken is naar mensen die heel erg blij zijn met deze pandemie, met deze crisis. En die zijn er. Je ziet mensen glimmen van geluk. Bijvoorbeeld het filmpje wat we van Trudeau uitzonden van de week. Trudeau, de leider van Canada. Die echt zo zegt van dit, de pandemie is een fantastisch moment om eventjes de boel te resetten. En hij gebruikte letterlijk het woord the great reset. En daar komen ze nu allemaal mee. Build back better is allemaal hetzelfde. Het is the great reset. The great reset is iets wat al lang voorbereid is. Het wordt naar buiten gebracht door de World Economic Forum. En wie is nou de baas van de World Economic Forum? Dat is een 82-jarige man. Die heet Klaus Schwab. Klaus Schwab. Die ziet eruit als inderdaad zo'n James Bond villain. Weet je, zo'n man die de wereld wil besturen. Zo'n doodenge man. En dat is Klaus Schwab. En hoeveel van dit soort gasten zijn er niet? Hè? Van 82 jaar. Altijd van die leeftijd. Hè? Veel te veel geld. Maar ergens met een diepe, enge corruptie. En altijd maar mensen willen controleren. En daarom is het zo opvallend dat deze tijd, wat het meest interessante is aan deze tijd, is dat de mensen die altijd op de achtergrond bezig waren, zijn allemaal op de voorgrond getreden. We weten, en ze komen er nu ook voor uit wat ze willen en waar ze mee bezig geweest zijn. En het rare is, het klopte dus echt. Al die films, die Hollywood films met al die characters die de wereld willen overnemen. Het klopt gewoon. Het leek fictie omdat het een film was. Maar vergeet niet dat de schrijver van James Bond, van al die boeken, was Ian Fleming. Dat is een oude MI5 of MI6 spion. En die is daarna gaan schrijven over wat hij allemaal heeft meegemaakt. En wat hij allemaal wist natuurlijk. Hoe kan het dat boek van George Orwell, 1984, waarom is dat geschreven? Is het niet eind jaren 40? Hoe wist hij dat dit er allemaal aan zat te komen? En dat is het ding wat zo bijzonder is aan deze tijd. Dat alles waar mensen al in de jaren 50 over spraken, jaren 60 voorspelden, allemaal decennia na decennia is uitgekomen. In de jaren 60 hebben ze dit eigenlijk al voorspeld waar we nu in zitten. En alle mensen die gezegd zijn, die verweten zijn dat het complottheoristen waren en gekkies. En allemaal hebben ze gelijk. Ja, sommigen zijn natuurlijk doorgeslagen en sommigen zitten er ook naast, want die zijn gek geworden. Dat begrijp ik ook wel. Maar er zijn mensen die gewoon in grote lijnen precies de 50 jaar geleden al voorspelden waar we nu in zitten, omdat het een plan is. Maar je wordt weggezet als een complotgek tot op de dag van vandaag. Willen mensen niet kijken dat de wereld gewoon gecontroleerd wordt. En meer door een hele kleine groep mensen. En die nu echt met deze pandemie voor een takeover gaan. En dat is Klaus Schwab ook van de Great Reset van de World Economic Forum. Luister eens even naar een geluidsfragment van Klaus. Klaus Schwab. Hij legt even uit waar we met z'n allen naartoe moeten. En daar ga ik zo er wat meer over vertellen wat hij eigenlijk bedoelt. For the first time actually, since World War II, the coronavirus pandemic marks a fundamental inflection point in our global course. Coronavirus. While it is still early to assess the total impact of this pandemic, it is already visible that it has a catalyzing effect. The crisis has exposed the inconsistencies and inadequacies of multiple systems. Our health system, to a certain extent, our economy, our employment, and our educational systems. It has shed light to structural shortcomings that had never been properly addressed before, and which impede social cohesion, fairness, inclusion, and equality. Our existing fragmented global architecture is not fit anymore for purpose in the 21st century. No. It's high time for a great reset. It is time for a great reset. Build back better. Laat me vertalen wat deze man eigenlijk zegt en wat het plan gewoon is. Ze willen, en daar zijn ze natuurlijk al heel ver mee, als je kijkt natuurlijk hoe de EU gerund wordt. Dat wordt niet vanuit Nederland meer gerund. Nederland wordt niet vanuit Nederland meer gerund. Het land bestaat eigenlijk niet meer. Het wordt allemaal gerund vanuit de Europese Commissie. Maar dat is precies het doel wat ze willen. Ze willen de macht weghalen bij landen en bij democratieën.
Want the global structure is insufficient. Dus met andere woorden, the global leadership is insufficient. That it is too fragmented. Het is te gefragmenteerd. Dus met andere woorden, al die landen en al die leiders en al die mensjes, die inwoners, dat gepeupel dat kiest voor leiders en hoopt dat dan die leiders goed voor hun belangen en voor hun cultuur zorgen. That is not sufficient in this crisis. Ga nu naar Jensen.nl voor de hele show van vandaag. Het vrije geluid laat zich niet censureren.